De Surinaamse brouwerij heeft besloten over te stappen naar een cashless transactiemethode met winkeliers en andere zaken. Volgens Faisal Abdul Razak, commercieel manager van het bedrijf, proberen zij digitale betalingen te stimuleren om hiermee de veiligheid van de medewerkers en klanten te waarborgen. De manager zegt dat sales- en distributiepersoneel bang is om over straat te gaan, omdat in de afgelopen periode bedrijven vaker het doelwit zijn geweest van overvallers. Gisteravond is aan de Herrenhutterstraat is tankstation Reina overvallen en heeft men 200.000 SAD buitgemaakt. En dit is een trend qua zware criminaliteit die we alleen maar zien toenemen. En de enige remedie hiertegen is natuurlijk om zo min mogelijk cash te hebben op enig moment in je bedrijf. Dus het is, zoals ze zeggen, bijna een no-brainer dat we met z'n allen veel meer digitaal moeten gaan betalen. En het zijn alle actoren die hier aan moeten bijdragen. Het is niet alleen maar de Surinaamse brouwerij als leverancier. Wij zijn gewoon de eerste die hiermee beginnen. Het zijn de klanten, het zijn de consumenten, ja, en alle leveranciers. Als we met z'n allen, en inclusief natuurlijk de banken, als we met z'n allen dit gaan stimuleren, zal denk ik de kans dat, overgaat tot berovingen ook vele malen kleiner worden. Ja, dus dat is een deel van de veiligheid. En het gevoel wat er nu echt wel heerst bij de medewerkers is van, hey, mi vrede, guastrati. Ja, toch? En dat is iets wat we niet willen. De mensen die zitten binnen in het bedrijf, van ja, misschien kan er elk moment een groep mensen binnenvallen en is mijn leven in gevaar. De Surinaamse brouwerij heeft daarom besloten om met alle bedrijven digitaal zaken te doen. Voor hen die nog niet zo ver zijn, is dat geen probleem. Maar dan wordt er een extra transactie van 0,5% doorberekend. Wij willen de winkeliers niet pesten. Wij denken aan hun veiligheid, benadrukt Abdul Razak. Er is veel aandacht voor die kleine groep klanten. En we begrijpen best dat voor hun, zeg maar, die charge op hun, zeg maar, al geringe inkomen best zwaar kan overkomen. Om het in perspectief te plaatsen, moet je daarbij denken aan een bestelling van rond de 4000 SAD per maand. En dat de bank charge 20 SAD extra zal kosten. Nou, tegelijkertijd wil ik wel heel duidelijk stellen dat de kosten van het afhandelen van cash voor de grotere bedrijven zoals de Surinaamse brouwerij enorm zijn toegenomen. En ik zal ook terugkomen op de veiligheid. Dus de investering om de cash handling te doen namens onze klanten is de afgelopen jaren echt wel disproportioneel gestegen. Dusdanig hoog dat, dat zelfs deze charge maar een klein gedeelte daarvan zal kunnen compenseren. En nogmaals, de charge is niet bedoeld om onze klanten te pesten om geld te maken. Nee, absoluut niet. Wij willen gewoon het betalen van digitaal stimuleren. Faisal Abdul Razak, commercieel manager van de Surinaamse brouwerij. Hij heeft de noden van de Vereniging van Winkeliers aangehoord en heeft ze uitgenodigd voor een gesprek morgen.